ik weet niet precies hoeveel, maar goed, hij had er zonder al te grote moeite een kwart uitgeknipt. Of aangegeven, een kwart zou er wel uit kunnen. Zonder dat er grote verliezen ontstaan in coherentie en argumentatie. En ik moet zeggen, ik was toch nogal een beetje pissig dat hij er een kwart uit had gehaald. Dus ik heb op zijn goede advies heb ik het kwart niet eruit gehaald. En op mijn slechte advies heb ik het er gewoon in laten staan. Want je bent zo tevreden over wat je geschreven hebt enzovoort. Nou ja, nu kunnen we langzamerhand overschakelen. Kijk, het begint weer te regenen. Begon je net af te vragen. Het is wel heel lang droog geweest. Wat zou dat toch mis zijn? Ja, hier moet je ook misschien dat andere ruitje achter. Anders regent het in je auto in. Ja. Hier dit. Nou ja, als het benauwd wordt, dan kunnen we altijd. Hè? Misschien duurt het niet lang. Nou, dat weet ik zo net niet eerlijk gezegd. Vooral omdat ik een lekkage op zolder heb. Ja, dan regent het extra. Dat wil zeggen, je bent je meer bewust van het feit dat het regent. Waardoor een zekere lekkage op. Is je mortelstuk? Nee. Die koekoeken die erop staan, die dakkapellen zal ik maar even zeggen. Die zijn aan de rechterkant kwetsbaar voor lekkage. Ah. Bij ons lekt het daar 40 jaar. En dan wordt het een tijdje, komt er een loodgieter en dan wordt er iets aan gedaan. En nou, dan is het een paar jaar, werkt het wel en dan begint het toch weer. Dus nu moet er weer een loodgieter komen. We waren even afgedwaald, want ik was net bezig om te switchen van de biografie naar de autobiografie. Namelijk een boek wat de persoon zelf over zichzelf schrijft. En nou ja, je begrijpt al wel wat de problemen met een autobiografie zijn. Namelijk, ja, dat de betrokken wel geneigd is om zichzelf in een zo gunstig mogelijk daglicht te stellen. En bovendien iedereen die in de loop van zijn leven een rol heeft gespeeld, of als ondersteuning te prijzen, of meedogenloos te bekritiseren wanneer die betrokkenen hem hebben tegengewerkt. En hij zal ook geneigd zijn om, wat hij dan ook gedaan heeft in zijn leven, ook als dat door de buitenwacht enigszins negatief is beoordeeld, om dat zo positief mogelijk in het licht te zetten. En ook eigenlijk vooral te schrijven over wat hij allemaal niet bereikt heeft en waar hij allemaal niet voorzitter van is geweest. En hoe ongelooflijk positief de andere boeken die hij geschreven heeft zijn beoordeeld. En dat hij algemeen beschouwd werd als de beste tv-performer ooit in de wereld. Nou ja, kortom, allemaal hagiografie, zoals dat heet. Een heilige leven wordt ervan gemaakt. Er zijn heel weinig autobiografen die zichzelf natuurlijk scherp in het licht willen zetten. Ik moet er nog bij zeggen dat ook bij die biografieën trouwens, dat je vaak in biografieën treft dat je dat eigenlijk de eerste 20, 25 jaar van zo'n leven, als ze eigenlijk nog helemaal niet weten dat ze beroemd gaan worden en geweldige dingen gaan presteren, dat vaak de leukste stukken zijn. Er bestaat bijvoorbeeld een hele dikke biografie van Hannah Arendt, op zichzelf een goede biografie. Maar eigenlijk denk je, zodra ze wereldberoemd wordt, denk je, en dan wordt ze de voorzitter van dit en ze gaat een lezing houden in dat en ze wordt toegejuicht in de zus. En nou ja, het is echt al. En dan, eigenlijk is het al een stom vervelend boek. Terwijl haar, de eerste stuk van haar levensgeschiedenis is echt, echt fascinerend. Hè? Hoe ze tenslotte, nou ja, van een briljante Joodse Duitse student in de filosofie opduikt na tal van wonderbaarlijke avonturen in New York. Dat is fascinerend om te. Ja, als je helemaal wereldberoemd bent, dan ben je eigenlijk totaal oninteressant geworden. Ja, nu was de vraag, autobiografische vraag. Zou ik dat moeten doen? Ik wist al direct, ik ga ook nooit van mijn leven een complete autobiografie schrijven. Dat we zeggen over mijn hele leven van de geboorte tot en met, nou, ik leef nog, maar goed. Volgens heel veel mensen op Twitter ben ik al lang dood, dus ik zou het eventueel best kunnen doen nu. Maar ik ga dat helemaal niet doen. Want ik denk namelijk dat een groot deel van mijn leven, ja, betrekkelijk oninteressant is. Ja, ik deed dit en ik deed dat en ik deed zus en ik deed zo. En een beetje midlife crisis en daar strompel je dan weer overeind. En tenslotte blijkt het pensioen een hele aangename periode. Nou, kortom, een beetje voorspelbaar Nederlands burgermans bestaan.
Dus ik dacht, het enige wat enigszins interessant of leuk zou kunnen zijn, is namelijk hoe is mijn leven verlopen tot op het moment dat ik een keuze had gemaakt die ook de rest van mijn leven bepaalde, namelijk de keuze om geschiedenis te gaan studeren. Dit in lichte onmin met mijn familie, die vond dat iemand die het gymnasium Bertha had voltooid wel helemaal een volstrekt achterlijke idioot was als hij zo'n mager studietje als geschiedenis zou ondernemen. Zoals iemand tegen mij zei uit de familiekring: wil je nou werkelijk een aanmoedig bestaan in Winschoten of in Winterswijk leiden? Niet waar, maar je moet zorgen dat je een beetje aardig verdient. En zo, allerlei suggesties over hoe ik wel aardig zou kunnen verdienen, die tenslotte hebben geleid tot het feit dat ik farmacie heb gestudeerd. Toen was aan de orde mijn 80ste verjaardag, zoals bekend, in oktober. En toen zei de uitgever: wil je niet iets leuks doen voor je 80ste verjaardag? Wij kunnen ook iets leuks doen voor je 80ste verjaardag. We kunnen dat boekje afmaken wat er nog ligt. 35.000 woorden, weet ik wat het is, weet niet precies eigenlijk. Dat zag ik eigenlijk qua tijdsinspanning niet zo zitten. Zullen we dan van een bestaand boekje, wat nog steeds goed verkoopt, een soort luxe editie maken waarbij je een lollige intro schrijft en een lollige epiloog, zoiets in die geest? Dat zag ik ook niet zo zitten. Goud op snee of zo, fotootje erbij, 0,0. En toen zei ze: misschien iets, kun je herinneringen? En toen dacht ik: oké, herinneringen. Maar dan doe ik alleen herinneringen van de eerste 20 jaar. Want dan krijg je niet de gezeik: ik deed dit en ik deed dat. Want je moet van geboorte in feite tot een kritische student, om het maar even zo te zeggen. Dus nu heb ik een klein boekje geschreven. Om precies te zijn, net geen 30.000 woorden. En dat gaat over de hele periode van mijn geboorte op 24 oktober 1943 in Zeist. Tot en met het moment eigenlijk in Utrecht dat ik besloten heb om geen farmacie meer te studeren, maar om geschiedenis te gaan studeren. En vanaf dat moment, ik had natuurlijk een heel verhaal kunnen houden. Dat is op zichzelf best verleidelijk, dat ik enorm leuk geschiedenis heb gestudeerd. En dat een enorm succes is geworden. Deels ook natuurlijk een beetje, het land der blinden een oog koning is. Dat is sowieso. En deels is dat de story of my life, maar goed, zo is het nu eenmaal. En ik dacht, ik vind het wel leuk om op te schrijven, al die gekkigheid van mijn jeugd. En ik was toch ook zeer in de verleiding, ik had dat vroeger ook wel eens gedaan, op een wat andere plek en vanuit een andere startpositie, over de dingen die ik gelezen had als jongen. Wanneer ik met lezen ben begonnen, wat op mij grote indruk heeft gemaakt, al die scènes die nog in mijn hoofd zitten, of dat nu Kuifje is, of In de Pan van de Ring, of het Kon-Tiki-vlot, of al dat soort van zaken. En ik dacht, ik heb dan ook de kans, omdat de gebeurtenissen van mijn leven ook weer niet zo opwindend zijn. En het is ook leuk om dan iets te schrijven over wat steeds in je hoofd zit, wat in allerlei opzichten natuurlijk ook je kijk op de wereld heeft bepaald. En natuurlijk, er is natuurlijk een hele avontuurlijk deel van mijn leven. Namelijk tussen september 44 en voorjaar 45. Namelijk Market Garden en de nasleep daarvan. Maar de tragiek daarvan is natuurlijk dat ik me daar geen bal van herinner. Want ik was toen 1 jaar oud toen Market Garden begon. En ik was het jaar daarop was ik nog geen 2. Maar goed, werd ik in ieder geval 2 in 45. Dus dat is allemaal van horen zeggen. Dat is eigenlijk onvermijdelijk. Daarbij rijst het bekende probleem: hoe zit eigenlijk de herinnering van een mens in elkaar? Ik moet even een slokje nemen. Want iedereen kan je vertellen natuurlijk dat hij zich eigenlijk geen reet herinnert van de eerste paar jaar van zijn leven. En bij die sommigen hebben al een geweldige herinnering als ze 2,5 zijn, omdat hun huis afgefikt is waar ze woonden, of dat soort van dramatische gebeurtenissen. Ik overigens herinner me helemaal niets van de oorlog, van het bombardement, allemaal 0,00. Ik zal het zo vertellen wanneer mijn herinneringen starten. Dus wanneer starten bij de meeste mensen hun herinneringen?
Ze heeft 3,5, 4, zo'n beetje. Hoe komt dat dan, dat je het dan gaat herinneren? Ja, dan kennelijk zijn er dan toch processen in de hersens gaande, waarbij eigenlijk ook je persoonlijkheid als het ware coaguleert tot een soort van... Weliswaar word je ook met die eigenschappen deels geboren, hè? Nature en nurture, allebei een beetje ongetwijfeld. Maar vanaf die leeftijd heb je dus een herinnering. Overigens een gatenkaas van herinnering, want als je, ik zal zo vertellen wanneer de mijne begint. En ik had eigenlijk altijd gedacht op de zomer van 1947, dat was een van de allerwarmste zomers uit de tijdreeks. Sterker nog, ooit was het de allerwarmste zomer, maar toen heeft de KNMI die zaken glad getrokken met de identieke waarnemingen enzovoort, waardoor ongelukkigerwijs 1947 zijn record is kwijtgeraakt. Ik geloof dat het nu 2003 is, als ik het wel heb, maar goed. 1947 was een uitzonderlijk warme zomer. En er zijn leuke foto's van mij en mijn zuster in onze blote reet in een tijltje in die ongelooflijk warme zomer achter het huis. Ongelooflijk ongeverfd huis overigens, terwijl het notabene een betrekkelijk nieuwbouwhuis was. Dus ik dacht altijd, mijn herinneringen beginnen toch eigenlijk al in de zomer van 1947. Maar ik was er eigenlijk niet zeker van. En er was een tweede herinnering, ook van 1947, maar van een klein half jaar later. Namelijk dat ik logeerde bij mijn grootouders in Nijmegen. En ik kreeg daar de bof. En ik kreeg behoorlijke last van de bof. Tegenwoordig worden kinderen gevaccineerd tegen de bof, behalve de kinderen van mensen die tegen vaccinatie zijn. Want die zijn bang dat als je tegen de bof wordt gevaccineerd, dat je dan rode haren krijgt. Of een andere wonderlijke afwijking in ieder geval. Dat Bill Gates er misschien iets mee te maken heeft, wie zal het zeggen. Dus ik was ziek van de bof. En ik herinner me nog een kamer. Althans, dat meende ik mij te herinneren. Een grote kamer. En dat ik omdat als je in bed legt, dan doe je ook overdag dutjes. Dus ik hoorde s'nachts de uilen roepen. Enzovoort. En toen besprak ik dat een keer met onze Groningse herinneringsdeskundige. Kom op, help mij even met zijn naam. Is dat niet die professor die altijd op tv is, toch? Nou, dat weet ik niet. Is er een herinneringsprofessor op tv? Uit Groningen komt hij, zegt. Niet Erik Scherder, bedoel je? Nee, dus niet Scherder. Nee, helemaal niet. Ik kan er nu eens heel stom niet opkomen, maar goed, het is een hele aardige man. En ik had ooit eens een gesprek met hem. Is hij bekend? Hij is heel erg bekend. Hij heeft weet ik hoeveel boeken geschreven die ook vertaald zijn. Het is puur en alleen mijn ouderdom die mij nu... Ik weet hoe die heet. Ik weet dat ik weet hoe die heet. Hoe ziet hij eruit? Heel gewoon. Heeft hij ook zo'n professor sick? Nee, helemaal niet. Nee, als je hem zou zien, dan zeg je niet... Oh, dat is vast een professor. Nee, helemaal niet. Hij mist ook elke vorm van fanatisme of gedrevenheid. Het is een door en door sympathieke figuur met wie je over deze problemen goed kunt spreken. Ja, je begrijpt hoe ik nu geërgerd ben dat ik er zelf niet op kan komen, maar het doet er niet zo verschrikkelijk veel toe. Want iedereen kan hem met een paar drukken op de knop zelf wel even vinden. De herinneringsprofessor, typt u dat maar in. Zal ik het even intikken? Dan komt hij er vanzelf uit te rollen. Ja. Herinneringsprofessor. Ja, waarom niet? We hebben dat ding bij de hand. Die stond met telefoon. Laten we er ook iets gebruik van maken. Even aanzetten weer. Herinneringsprofessor in Groningen. Ja. Even kijken. Herinnerings. Is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit? Daar was hij aan verbonden. Ik kan zijn dat hij aan mijn pensioen is, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat hij nog steeds een prominent aanwezig is op het internet. Nou, dan ben ik benieuwd of je dat... Ik heb nog nooit gehoord van een herinneringsprofessor. Of je dat dan meteen kunt vinden. Even kijken. Ik heb hier professor Dr. Douwe. Ja, Douwe Dreisma. Douwe Dreisma, ja. Ja, daar zijn we al. We zijn er al uit. Douwe Dreisma. Ja. Leven Douwe Dreisma. Hij heeft heel leuk ook geschreven over herinneringen. Kan iedereen die boeken van harte aanbevelen. Ja, hij is inderdaad wel uit dat dingetje, dat camera. Ja, daar ben ik weer. Oei. Ja. Ik moet zeggen, als ik dan dat eigen beeld nog wel eens zie, dan zit er wel een beetje ingezakte oude man eigenlijk. Hè? Dat je denkt, moet ik niet meer... Actiever, ja. Dynamisch overeind gaan zitten. Ja, het is maar ik heb het gekke is dat ik ook toen ik jong was, mensen zeiden, wat zit je er toch ongelukkig bij? Ga eens wat rechtop zitten, joh. Lummel.
Dat heb ik altijd geïnspireerd. Ja. Op een of andere manier. Maar goed, we zijn afgedwaald. Ik vertel altijd die twee verhalen van dat teltje en dat verhaal van mijn opa en oma. En de bof vertel ik aan Douwe Dransma. Die zeiden, ja, het is zo klaar als een klontje. De eerste herinnering is dat geval van de bof bij je grootouders. Oh, heeft dat ook echt onderzocht voor jou? Nou, hij zei, nee, dat niet. Maar hij zei, dat daar zitten details in die je niet van een foto kan hebben. Er zitten bovendien details in die je waarschijnlijk niet verteld zijn door iemand. He, want heel veel mensen denken dat ze herinneringen hebben omdat bijvoorbeeld een bepaald verhaal in de familie circuleert. En dan je weet hoe het met die verhalen gaat. Die worden wel 30 keer verteld of zo. Zodat je tenslotte denkt, ja, daar was ik zelf ook bij. Maar wat vertelde je dan bijvoorbeeld? Bij die voedseldroppen. Ik vertelde hem dat hele verhaal van die bof, want dat stond me helder voor de geest. Sterker nog, ik kreeg nadat ik hersteld was van de bof, kreeg ik van mijn grootouders een houten autootje met een fraai oranje dak. Dat wist ik ook nog heel goed. Dan zeg je een houten autootje, wat is dat voor een arme tierengeboel. Dat was toen, ik vond het geweldig. Sowieso, als je ziet wat de kinderen tegenwoordig aan speelgoed hebben, dat je denkt, wat is dit voor iets raars. Dat is een hele uitdragerij voor mijn speelgoed hebben. Wij hadden een heel klein beetje speelgoed, veel meer was er niet. Denk aan al die troetelbeesten van tegenwoordig. Die troetelbeesten? De knuffels. Ik had geen knuffel. En bij mij weten mijn zuster ook niet. Alle kinderen die ik ken, die hebben niet één knuffel. Die hebben een hele knuffeldierentuin, man. Het is ongelooflijk, werkelijk. Sterk, ik was laatst in Naturalis. Ik dwaal even af, sorry. Ik was laatst in Naturalis. En daar kun je een soort mammoet, een knuffelmammoet. Maar dat is niet zomaar. Een soort van kubieke meter mammoet is dat. Ik was toch in een verleiding om dat beest te kopen. En dan met Sinterklaas in een soort reusachtige kartonnen doos aan de familie aan te bieden. Een soort familieknuffel eigenlijk. Die dan ook uitgeruild kan worden. Dat iedereen krijgt hem een maandje en dan moet de mammoet weer verder. Hij zag er heel charmant aantrekkelijk uit als knuffel, moet ik zeggen. Dat je ook aan die tanden een beetje lekker kunt trekken en zo. Goed, dus toen was eigenlijk bepaald dat dit speelde zich af in herfst van het jaar 47. In 47 werd ik natuurlijk 4. En dat klopt wel zo'n beetje. Bij de meeste mensen beginnen de concrete herinneringen als ze 3,5, 4, zo omstreeks die tijd zijn. Ik herinner mij dus vanuit mijn eigen herinnering niets van voor die tijd. Al het andere is me allemaal verteld. Ook daarna moet je natuurlijk eerlijk zijn. En het is alsof je Een rommelige zolder beklimt met zo'n zoeklicht, weet je wel, wat je daarvoor nodig hebt. En dat je dan, als je dat kun je zo rond laten gaan op die zolder, dat je, dat is het, dat is de oude kooitje van de Kanariepiet. Of, liggen die oude tijdschriften. Nou, dat is het eigenlijk. Het is een beetje hopscotch. Het is niet zo dat je een keurig geordende herinnering hebt. Ongelukkigwijs heb ik ook toen geen dagboek bijgehouden. Want ik ben een hele slechte. Ik ben wel 4 of 5 keer begonnen aan een dagboek. Maar het probleem is, als ik dan ga zitten schrijven aan dat nieuwe dagboek, dat ik al gauw 3-4 uur zit te schrijven. Dus dat ik in no time heb ik 2-3 duizend woorden op papier gezet. Dat je denkt van ja, als ik dat elke avond moet gaan doen, waar moet dat heen? En is dat wel zinvol eigenlijk om dat allemaal op te gaan schrijven? Maar goed, al met al alles afrondende dacht ik toch, ik wil best een soort van, laten we zeggen, beperkte autobiografie schrijven. Die eigenlijk alleen die momenten die mij bijstaan, inclusief die boeken die ik. Want ik heb nog in mijn boekenkast boven heb ik eigenlijk alle klassiekers van mijn jeugd staan. En ja, ben ik enigszins ontredderd, dan kan ik nog wel eens even de klassiekers van mijn jeugd opslaan. Dat zijn, Kon-Tiki Expeditie overigens. Ik geloof dat mijn broer dat exemplaar van het boek heeft. Maar dat is natuurlijk in de band van de ring. Die op ons Lord of the Rings. Wat op ons jongens in de late jaren 50 echt een verpletterende indruk maakt. Ja, je weet dat literaire liefhebbers vinden dat allemaal niks. Kaboutersprookje, fascisme, racisme, misogynie. Nou ja, de hele zante kraam. Alles is er fout aan, zou je kunnen zeggen, terwijl
een echte lezer denkt, flikkert erop, hè, met je politiek correcte denkbeelden. Het is een great story. En ik las ook ergens, it's a great weird boys book. En dat is het inderdaad. Maar kennelijk moet je het lezen op jeugdige leeftijd om echt in de ban van de ban van de ring te geraken. Maar goed, ook nog natuurlijk Niels Holgersson, De Wind in de Wilgen. Een aantal delen van Jules Verne. Ik ben een groot Jules Verne liefhebber. Nou, dan heb je wel eens een beetje de kanon van Van Rossum uit de jaren 50 te pakken. En inderdaad, het hele verhaal houdt eigenlijk vrij snel op. Als ik, het houdt eigenlijk op het moment dat ik ga studeren. En de laatste scène is op zichzelf nog wel vermeldenswaard. Want die betreft eigenlijk de dood van Kennedy. Maar goed, dan studeer ik al een jaar. Dan heb ik al farmacie vaarwel gezegd. En ik ben begonnen aan de geschiedenisstudie. Dan zit je in die trein, hè? Dan komt er een man binnen. Ah, dat heb ik al verteld. Heb je verteld, ja. Ja, precies. Ze hebben Kennedy vermoord. Ja, nou, daar hebben we het hele weekend hebben we het daar toen over gehad. Maar ook die studiegeschiedenis waar ik aan begonnen was, is per 1 februari. Hè? Want je had toen ook al die regeling dat als je voor 1 februari stopte met de studie, dan telde dat studiejaar niet extra mee. Ja. Nou, dat kwam goed uit. Ik had ook in het diepste geheim, heb ik die hele farmaciestudie opgedoekt met de witte jas, de microscoop, alles wat erop en erbij hoorde. Maar goed, dit had ik al verteld en daar eindigt het verhaal eigenlijk. Dat moet ik nog even, ik vond die studiegeschiedenis ook. Dat ik dacht, ik kan toch niet nog een keer ophouden met weer een studie. Dat ik kan wel aan de gang blijven op deze manier. Dus ik ben geschiedenis blijven studeren, maar het was me al snel duidelijk wat een infantiele, stoffige boel dat eigenlijk was. Het was een bittere teleurstelling, wil ik je wel verklappen. Geschiedenis? Ja, het was een bittere teleurstelling. Maar wat was dan de teleurstelling? Nou ja, dat het op geen enkele wijze enige vorm van intellectuele uitdaging bood. Dat het wel vrij duidelijk was dat de literatuurlijsten sterk verouderd waren, voor zover ik dat na kon gaan als starter, als beginner, laat ik het zo zeggen. Ja, je hebt gelijk, het is opgehouden. Heb ik nooit dat verhaal verteld van mijn eerste tentamen bij geschiedenis? Nee, dat heb je ook mij nooit. Volstrekt absurdistisch. Nou goed, ik was dus geschiedenis gaan studeren. En het eerste tentamen bleek het te bestaan uit het opzoeken van een boek in de bibliotheek. En je krijgt dus een titel opgegeven, dan moest je dan het gebouw in, want de bibliotheek was inpandig bij het Instituut voor Geschiedenis. En dan moest je zien dat boek te vinden. En als je dat gevonden had, dan kreeg je een plusje. En het boek stond er niet. Precies, had ik het al verteld. Ja, dat heb je al verteld. Ja. En het boek stond er niet, ja. Dus ik ging er weer naar beneden. Ik was daar lang buren hagen, nog altijd gerobbeld op die klotenzolder. Het is voor de mensen die het nog niet gehoord hebben. Dus ik zei tegen Marietje van Winter, want dat was de wetenschappelijk medewerker die dit klusje deed. Ik zei, nou ja, ik kan het niet vinden. Nou, zei ze, kordaat, heb je een onvoldoende? Ik zei, ja, wacht nou even. Op een iets andere toon dan ik het nu zeg, maar toch van, dat vind ik niet fair. Misschien is het er wel helemaal niet. Nou, dat zouden ze nog wel eens zien. Waarschijnlijk had ik niet goed gekeken. Dus ik met Marietje naar boven. Ja, je begrijpt. Ik kon er rustig bij gaan zitten en Marietje werd steeds geagiteerder. Die kon het boek ook helemaal niet vinden. Het was niet goed weggezet, het was niet teruggebracht, weet ik veel. Maar dit is wel een bijzondere opdracht voor een tentamen. Dat ik denk dat nu niet meer gebeurt op universiteiten. Gebeurde dat maar. Zoek maar een boek. Het was toen omdat de bibliotheek nog inpandig was. Ik vond dat achteraf gezien een van de grote gebreken van de studie. Dat je niet helder en gedetailleerd geïnformeerd werd over hoe je iets op zou kunnen zoeken, waar je het op zou kunnen zoeken, wat voor series er bestonden waarin je iets op zou kunnen zoeken, hoe je de bibliotheek kon benaderen, hoe je de Leidse boekjes, want dat was toen nog het startpunt van je zoekactiviteiten, het beste kon gebruiken. Want je werd altijd uitgelachen door die dames van de balie in de UB. Ik vond het helemaal niet prettig. Ik had al vrij snel besloten dat ik eigenlijk alle boeken die ik ging gebruiken, dat ik die zelf wilde kopen. Dat heb ik nog steeds. Ik ga nooit iets lenen. Zo'n briefje is na een week als een briefje krijgt. Wilt u het geleende boek goed verpakt zo snel mogelijk weer terugbrengen? Nee, helemaal niet. Ik wil het nooit meer terugbrengen.
Ik heb ook nog eens een boekje over Ho Chi Minh weggemaakt. Dat bleek een Franstalig boekje, notabene. Dat volgens de bibliotheek kostte dat 55 gulden. Nou, dat is een pamflet, niet meer dan dat. Nou ja. Hoe het ook zij, ik kreeg toch een voldoende uiteindelijk, omdat Marietje het ook niet kon vinden. Maar ik dacht natuurlijk wel, dat begrijp je wel. Wat is dit voor raar infantiel gedoe hier? Dit stelt niks voor. De colleges werden, sommige collegegevers waren prima. Boogman was een goede docent, zonder meer. Hugenholz was een prima docent, maar er waren er ook bij, ik zal geen namen noemen, dat je eigenlijk wel, je moest eigenlijk een veiligheidsspel meebrengen. En regelmatig moest je die in je dij prikken, want anders was je in diepe slaap geraakt en was je waarschijnlijk nooit meer bijgebracht. Zo ongelooflijk vervelend was het. Rare onderwerpen. C.D.J. Brandt, die deed contemporaine geschiedenis, die gaf 2 jaar college over de Franse en Engelse mandaatgebieden in het Midden-Oosten. Dat je ook denkt, kan je nou niet iets anders verzinnen dan dit soort van lulkoek. Ten meer omdat we net een Cuba-crisis hebben gehad, weet ik wel. Dit is toch wel vrij treurig. En bij middeleeuwen was een jaar lang college over de berekening van de paasdatum ook nou niet een inspirerend onderwerp. Dus ik dacht al heel snel, werkgroepen bestonden nog niet. Tegenwoordig hangt het hele universitair onderwijs op werkgroepen. Die waren er niet. Dus ik dacht al vrij snel, jongen, hè. Die hele hoorcolleges, dat is zo klaar als een klontje, die doen er geen zak toe. Ik zal op den duur wil ik wel eens kijken wat voor tentamens ik moet doen. Maar ik ben echt mijn vrijheid gaan vieren, ik kan niet anders zeggen. Ik kan nu ook wel bekennen dat ik nu toch binnenkort 80 word. Ja. Ik heb 8 jaar gestudeerd. Nou goed, trek dan 1/2 jaar af voor die farmacie. Ik heb 7,5 jaar gestudeerd. En ik denk dat er heel weinig mensen zijn geweest in de jaren 60... die meer films hebben gezien dan ik. Heel weinig. Ook heel weinig mensen in de jaren 60 die meer detectives en thrillers hebben gelezen als ik. Dus je ziet, ik heb mijn tijd, mijn enorme zeeën van tijd, want dat gevoel had je, heb ik heel goed gebruikt. Maar ik was ook blij dat ik het gestopt heb, het verhaal, in de herfst van 63. Precies 20 jaar is het. Dus jouw vrijheid vieren was echt lezen en films kijken. Ach, heerlijk. Fantastisch, werkelijk. Ik vond het fantastisch. Ik had hele gemengde gedachten over het Utrecht Studentenkoor, maar ik had wel op zichzelf. In later jaren heb ik een heel prettig studentenhuis gewoond. Met beschaafde koorleden die wel eens een boek hadden gelezen. Op zichzelf al vrij uitzonderlijk was in die kringen. Ja, dat was ook zoiets. Ik heb mijn hele leven geleefd met illusies waar niets van uit is gekomen. Ik dacht dat je dan in de sociëteit zou zitten en dat je daar dan diepzinnige gesprekken zou voeren over boeken die je gelezen had. En vraagstukken, niet waar, de grote vraagstukken van het leven. Dat was de boekenclub. Het was niets anders dan dronken geschreeuw en rare vechtpartijen, stoeien, sjorren. Gemeenschappelijk de meest stomzinnige liederen zingen. Het was echt, het sociëteitsleven was echt een absoluut dieptepunt. Nou ja, die studie inspireerde me ook al niet. Dus ja, ik heb nog wel overwogen. Ik had bij een keer iets heel anders gaan doen. Weet ik, het politicologie in Amsterdam. Maar godzijdank heb ik dat niet gedaan. Dan was ik daar in dat zonderlinge marxistische kamp terechtgekomen. Dus dat was ook niks. Nee, uiteindelijk heb ik na jaren mijn kandidaats gedaan en dat ging allemaal prima. Is het ook zo dat je de jeugdherinneringen van jezelf koppelt aan de grotere gebeurtenissen in de geschiedenis in het boekje? Nou, dat is goed, een hele goede vraag die ik eigenlijk min of meer heb overgeslagen. Want, nee. Je moet niet alles verklappen, hè? Ik moet niet alles, dat de mensen denken ik hoef het niet meer te kopen. Ja. Ik heb het toch. Nee, want dat begint natuurlijk pas heel laat in je leven. Kijk, dat Wageningen van de jaren 50, dat voel je wel aan je water, dat was geen wereldstad. Eigenlijk, we woonden dicht tegen het centrum van dat stadje aan. Het was allemaal enorm dorps. Je kende iedereen. Ik heb ook wel beschreven dat de hele wereld waarin ik mij bewoog, dat was 1 vierkante kilometer. Ik kon alles binnen 10 minuten lopen. De kleuterschool, de lagere school. Mijn vriend Frank, mijn vriend Jan Zegers, alles was binnen 10 minuten te lopen. Dus het stelde allemaal niks voor.
Nee, de grote boze buitenwereld, even afgezien van de Flying Enterprise. Ja, dat moet u zelf maar zien, dan moet u het boekje maar lezen. De meeste mensen van die niet oud zijn, weten niet wat de Flying Enterprise is en hoe geweldig spannend dat was. Begint eigenlijk de grote boze buitenwereld komt heel langzaam binnen. En eigenlijk de eerste keer was eigenlijk 56, toen de Russen de opstand in Hongarije neersloegen. Waar mijn vader zeer verontwaardigd over was, dat herinner ik me nog wel. En natuurlijk ook wel, toen mijn vader lid werd gemaakt van de BB-beschermingbevolking, begon je ook wel na te denken over een nucleaire strijd, nucleaire oorlog, dat wel. Maar feitelijk voor mijn, dan 56 ben ik 13. Ergens tussen je 13e en je 16e, 17e begon de wereld binnen te komen, maar heel beperkt. Ik bedoel, die hele koortsachtige nieuwscyclus van tegenwoordig, niet waar, dat bestond totaal niet. Joh, we hadden geen tv. We luisterden nooit naar de radio. We gebruikten de draadomroep niet. We lazen een krant. Hier, daar ben ik met de strips begonnen en tenslotte hier en daar heb ik nog wel eens wat gelezen in de krant. Maar dat ik echt een beetje geïnteresseerd raakte in de wereld, serieus geïnteresseerd, dat is toch pas begin 63. En toen was ik nog, ik volgde de verkiezingen van 63. En ik was daar supporter van de VVD. Ja, dat stemden mijn ouders, dat stemde de hele familie. Iedereen was van de VVD. En dat trouwens, niemand zei ooit de VVD, het was oud, je stemde op oud. Maar wij waren dus, toen ik luisterde naar de radio van die verkiezingsuitslag van 63. Oud was toen al weg, dat was Edso Toxopeus, was toen de voorman van, van de VVD, een zwierige figuur. Later volgens mij een vreselijk groot ongeluk heeft gehad, maar goed, dat doet er niet zoveel toe. Ja, dus ik was afhankelijk nog voor de VVD en dan vijf jaar later, was ik al lid van de Partij van de Arbeid geworden. Oké, wat is er in die 4 jaar dan gebeurd dat jij daar anders over bent gaan denken? Alles, de hele sfeer van het land, de jaren 60. Ja, dat moet, ik heb al jaren 60 heb ik beelden beschreven, dus dat moeten de mensen maar zelf lezen in het boek. Maar het komt dus door de ontwikkeling in het land of ook door wat je zelf hebt meegemaakt in die 4 jaar? Ja, vooral de sfeer natuurlijk. Vooral de sfeer van de jaren 60. Ja, die was heel bepalend. Als je nou denkt, wat is de sfeer tegenwoordig? Bozer, triestig, pessimistisch. De jaren 60 waren in alle denkbare opzichten het radicale tegendeel. Ja. Opgewekt, vrolijk, feest, hitweek. Ja, hitweek? Zo. Ja joh. Wat was dat? Kijk, jij weet niet eens wat hitweek is. Nou, dat was een geweldig blaadje over popmuziek. Dat was een blad, oké. Over de nieuwe wereld, zal ik maar even zeggen. Dat laat wel de hitkrant. Hartstikke leuk blaadje. Mocht het overigens niet lezen op de, toen ik in dienst was, mocht je het niet lezen op de basis. Dat had ook wel een idee. Wat een knurfte waren dat ook. Nou ja, dat moet ik er. Heb ik wel eens iets over geschreven trouwens. En wat ik nog even, waar ik benieuwd naar ben. Jij begon het verhaal met de biografie van Hitler. En de verschillende biografieën die er zijn. Heb je ook daarna gekeken om te bepalen hoe je dit boekje zelf wilde maken? Ja, dat is een interessante vraag. In ieder geval wilde ik niet zo'n enorm mega open schrijven. Was ook niet zoveel tijd voor natuurlijk, maar ik had geen zin om. Ja, je kunt. Dat de hele vraag bij zo'n tekst die je dan schrijft is. In hoeverre treed je in detail? Nou ja, laat ik als voorbeeld geven mijn eerste vriendin. Daar heb ik nu een halve bladzijde is het veel over geschreven. Ook omdat ik. Het blijkt overigens dat ze al enige jaren dood is. Ze was een half jaar ouder dan ik. Dus, wist je dat of heb je onderzoek moeten doen voor het boekje? Ja, ik heb een beetje onderzoek gedaan om te kijken of ze nog leefde, ja of nee. Dat wist ik niet zeker. Maar ja, ik dacht, terwijl ik het schreef in ieder geval, dacht ik, kijk, ik ga daar niet in aan detail treden. Dus ik heb het wel enigszins afstandelijk heb ik het beschreven. Ik heb wel keurig beschreven waarom er een eind aan kwam, dat ik haar vader de deur was uitgezet. Dat heb ik keurig beschreven. Maar over, laten we zeggen, het hele idee van een jongen van, wat was ik, 17, 18. En een meisje van vergelijkbare leeftijd, dat heb ik in feite, daar ben ik niet in aan detail getreden. Nee. Sowieso laat je bepaalde details laat je weg, omdat ze
of pijnlijk zijn. Of dat je niet vindt dat een ander eigenlijk met dit soort van privé details vermoeid moet worden. Of ook niet verdient dat hij nou toevallig, omdat ik een bekende Nederlander ben geworden die zo'n boekje schrijft. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die niet verdienen dat ze daar aan de orde worden gesteld. Mm. Of het moet in positieve zin zijn. Dat wel. Er zijn ook dingen over jezelf dat je denkt, nou, dit toch maar niet. He, dus in die zin is het een typische, heeft het wel typische autobiografische trekken. Maar goed, ik heb ook over mijn moeder heel kritisch geschreven. Dus dat, ik vond dat ik dat wel kon doen, eerlijk gezegd. Ja, dus je bent ook echt ook door die onderzoek die je hebt moeten doen een beetje je eigen geschiedenis weer ingetoken. Ja, maar het blijkt toch dat je ontzettend veel vergeten bent. Het gekke is dat je vooral vakanties je zo ontzettend scherp herinnert. Dus er staan nogal vrij veel vakanties. Allemaal of bepaalde vakanties? Allemaal. Maar weet je dan nog van dag tot dag wat je gedaan hebt? Nou, niet van dag tot dag, maar ja, ik weet nog, wij zijn merkwaardig genoeg met het hele gezin naar Parijs geweest in 1953. Oh ja, dat heb je verteld, ja, met je vader. Nu gaat het weer regenen volgens mij, hoor. Ja? Dat valt wel mee, hoor. Ja? Oké, ik doe even. Nee, dat valt wel mee. Okay. Hou mijn ramen open. Ja, dus dat... die radio meteen zo'n gebonk uitkomt. Ja. Vreselijk werkelijk. Ja, dus dat heb ik aan detail. Ja, ook daar geldt. Ik bedoel, wat herinner je ook van zo'n vakantie? Bepaalde hoogtepunten. Vooral die dingen die je als jongetje ontzettend leuk vond natuurlijk. Ja, ik was een jongetje. Weliswaar een nieuwsgierig jongetje. En wat natuurlijk wel een thema is, is dat ik verschrikkelijk geplaagd werd vanaf het moment dat ik op de kleuterschool zat. Tot en met de tweede klas van het gymnasium. Ja. Toen was het eigenlijk vrij plotseling afgelopen. Ja, laatst sprak mij daar nog iemand op aan. Toen waren we een andere podcast aan het opnemen. En toen zei Rini, want dat was degene met wie ik die podcast maakte, die had dat gehoord. En die zei van, heeft Maarten misschien toen in die tijd een soort van muurtje om hem heen gebouwd, wat nu nog steeds staat, zodat hij dat alle kritiek een beetje op afstand houdt. Hij zei, dat is een beetje huis, tuin en keuken psychologie. Ja, dat dan is, moet je ze aan hem vragen of hij dat zelf herkent. Een beetje leken psychologie. Nou, een zekere afstandelijkheid, ja, die is wel karakteristiek. Maar of dat nu sowieso een afstandelijkheid is die al in mijn karakter was ingebouwd, of dat die er wel was, maar versterkt is natuurlijk door het feit dat je als geplaagde word je natuurlijk toch wel buiten de kring van de geaccepteerde kindertjes gezet. Wat niet leuk is, want je weet, iedereen wil graag erbij horen. En ja, ik hoorde er niet bij. Zoveel was in ieder geval wel duidelijk. Die afstandelijkheid heb ik denk ik nog steeds wel. Maar ja, dat is een fameuze anekdote dat mijn moeder tegen mij zegt van ja, jij maakt nooit ruzie met mij en dan kan ik, weet je hoe dat komt? Dat komt dat je niet echt van mij houdt. Want ik moet zeggen dat mijn zuster, die kon fantastische ruzie met mijn moeder maken werkelijk. Dus kennelijk kon die daarmee bewijzen hoe groot haar liefde was. Terwijl ik ben geen groot voorstander van ruziemakerij. Nee. Maar dat is nogal wat als een moeder zoiets zegt, toch? Tegen een kind. Merkwaardig, toch? Mm, ja. Ja, maar mijn moeder was niet altijd even aardig. Nou ja, mensen moeten dat maar nalezen. Ja, en op een gegeven moment hield dat toch wel op, die plagerij. En ik ben althans niet haar. Je wordt nog wel eens raar bejegend. Om de eenvoudige reden dat je ervan houdt om boeken te lezen. En heel veel mensen vinden mij natuurlijk een irritante bedweter eerste klas. Dat begrijp ik ook wel. Het probleem is dat ik het meestal inderdaad beter weet. Ja. Ja, neem mijn eerste schoonvader. En daarna natuurlijk ben ik wat betreft de schoonvaders wel op de rem gaan staan natuurlijk. Ja. Het is natuurlijk wel een beetje zo bij een autobiografie, wat je net zelf vertelt, dat je een bepaalde mate van censuur toepast. Omdat je zegt, ja, bepaalde... absoluut. En ja. Iemand die natuurlijk een boek over jou zou schrijven, die zou zeggen, nou ja, dit is heel kenmerkend voor hoe hij is, dus dit laat ik erin staan. Want dit moet de lezer die meer over Maarten wil weten, moet dit weten. Die boeken zijn ook wel gemaakt, toch, over jou? Ja, zeker. Ja, vooral met getuigenissen van anderen. En wat mij grenzeloos irriteerde is dat ik op die getuigenissen die ik bepaald niet allemaal even objectief vond, dat ik daar niet op kon reageren. Ja, een deel vond ik gewoon ronduit kwalijk. Dus ja, nee, dat vond ik niet, Dus prettig. Je vindt er wel dat daar wederhoor bij hoort dan als je dat doet? Ja, hoor en wederhoor lijkt mij. Ja. Kijk, als ik in mijn dood ben, vind ik het allemaal prima. Ja. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat
dat na mijn dood een tweedelige biografie van mij zal worden geschreven. Dat zit er niet zo in. En zou ik ook zelf niet op prijs stellen. Nee. 100 bladzijden lijkt me eerlijk gezegd prima. Prima biografie. Dan heb je over mij echt wel alles gezegd wat er te zeggen valt. En heb je al het werk nu klaar? Wat moet ik gebeuren? Had het in no time op papier staan. Ja, er moest nog wat correctiedingetjes gebeuren. Die ik kreeg net vanochtend de definitieve correctie in de mail. Oké, en dan gaat het boekje de productie in. Dan wordt het gedaan. Ja, zeker. En wat is de oplage van de eerste druk? Ik schat. Maar dat weet ik absoluut niet zeker. Ik denk 6,000-7,000 of zo. Oké. Ja. Wil je doorpraten met andere luisteraars over deze aflevering? Dan kan dat op WhatsApp en op Telegram. De link naar beide groepen vind je in de beschrijving bij deze podcast.